put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a yeah. Got a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Got a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yo mensen, sorry voor deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA1999. En vandaag weer de nieuwe Feyenoord Kremhout. Eindelijk weer de Feyenoord Kremhout. En vandaag hebben we de klassieker op het programma. En de wedstrijd tegen Napoli. We hopen natuurlijk door te komen in de Champions League. Dan moeten we eigenlijk de klus zien te klaren in de Kuip. Maar goed, deze wedstrijd tegen Ajax, de klassieker, is ook een hele belangrijke wedstrijd. En we komen al vroeg op een 1-0 voorsprong. Binnen 10 minuten is het Kadıyoglu die scoort. En hij maakt 1-0 voor Feyenoord. We staan dus voor, maar Ajax zou eigenlijk niet zijn als hij natuurlijk wel de kansen krijgt. Maar ja, die kansen worden niet helemaal lekker afgemaakt. Want ja, wij onderscheppen de bal toch wel steeds redelijk goed in ons opzicht. Van de Beek hier wel met de bal. Tadic. Donny van de Beek. Onderschepping van Senesi volgens mij. Penna van de Beek eigenlijk wel geblesseerd. Ligt daar geblesseerd op het veld. En dan moet de scheidsrechter denk ik stoppen. Nee, hij gaat door. Want Barco is eruit. Barco van de Beek nog steeds geblesseerd. Barco, goede voorzet op Vrijga. En de redding van de doelman. Scherpen werkt de bal weg. Nog steeds aan die kant van het veld. Donny van de Beek. Marien. En dan wordt het spel nu wel stilgelegd. Van de Beek is geblesseerd. En dat lijkt dus uitgegaan bij Ajax. Zijn vervanger staat ook al klaar. Dat is Siem de Jong. Gaat invallen voor Donny van de Beek. En dan zien we het, ja, na die tackle van Marco Senesi is het de blessure bij Donny van de Beek. En is het voor hem al de wedstrijd voorbij binnen 30 minuten. En dan is het Siem de Jong, die nu de plek in de wedstrijd uit de basis heeft. De Jong, Marien. Tadic, Sierhuis. Dest. Kunnen we de bal onderscheppen? Nee, dat lukt niet. Hier dan wel misschien. Kadıyoglu? Nee. Tadic heeft hem. Sierhuis. Tadic met de kans. Tadic. En de bal in de handen van Bijlo. Goed. Justin Bijlo. Fusomensa. Bero. En Blind weer. Blind en Eiting. Magalan. Eiting. Kunnen we weer goed weer van Kadıyoglu. Magalan. Eiting. Goeie voorzet, weggehaald door Senesi en Tadic de bal hoog over. Zo geen kans op de gelijk maken. Extra tijd is ingegaan als Feyenoord eruit komt. Bero en Vieira, de jeugdspeler kan hem afmaken. Kapt en schiet en het is raak. 2-0 vlak voor rust. Het is Vieira die scoort. De jeugdspeler die terugkwam naar de Kuip. Deed het niet goed in Spanje, ik heb het al zo vaak gezegd. Maar hier maakt toch zijn tweede van de competitie en een heel belangrijk ook. Want het is in de klassieker. Het is bij de 2-0 stand voor rust voor Feyenoord. En dan doen we het goed in de eigen Kuip. Want we staan voor met 2-0 tegen Ajax. In de klassieker staat Feyenoord dus 2-0 voor. De laatste grote overwinning was natuurlijk de 6-2 op Ajax. Met toen onder andere nog Van Persie natuurlijk. We kennen die allemaal als vanouds natuurlijk gewoon. Dat was een hele, hele mooie wedstrijd natuurlijk. Dat wij met 6-2 wonnen. Daarvoor ook nog een keer met Kudetti onder andere. Maar goed, laten we hopen dat we het in ieder geval kunnen winnen. Deze wedstrijd, dat zou het mooiste zijn. En het is nu 5-6 minuten, nog steeds 2-0. Het Feyenoord laat het een beetje gebeuren. Af en toe komen ze wel uit. Bero nu weer en Vrijra. Goede basispaas op Davy Soglu, hoe lang leidt hij in de Kuip? Ook dat is de vraag. Schot geblokt. Geeft de bal goed nieuw op Vieira. En dan is het 3-0. Twee keer Vieira. En dan lijken dus over en uit voor Ajax. En gaan wij winnen van Ajax? Is een mooi, heel mooi 3-0. Twee keer Vrijra en één keer dus Kadıyoglu. Klaas is erin gekomen bij ons. Hier komt Ajax met de kans. Sierhuis weggehaald door Senesi. Wel de corner voor Ajax. Wissel ook bij Ajax. Wissel Meluso erin. Van Magalan. De Jong kopbal en Alvarez kopt de bal net naast. Had die zomaar de 1-3 kunnen zijn, het doelpunt. Maar dat is het Ajax ook niet gegund. Nog 10 minuten te gaan. Iets meer dan 10 minuten bij de 3-0 voorsprong voor Feyenoord. Fusomensa. Klaas. Dix gaat denk ik vanaf volgend seizoen dus een basisdebuut, dus een basisplek krijgen. Want ja, af en toe mocht hij invallen. Maar deze wedstrijd ook niet op de bank. En Wesley wil wel meer van hem gebruik maken. En ja, als de Champions League ook niet doorgaat, dan moet Feyenoord zich focussen op de competitie. Want de beker is ook natuurlijk verloren in de halve finale. En ja, als de Champions League ook dan nog verloren gaat, dan is het wel een heel erg niet zo mooi seizoen eigenlijk voor de trainer Wesley. Voor ons, want ja, dan hebben we eigenlijk geen beker, geen Champions League. Champions League moeten we nog spelen. Maar dan hebben we misschien ook voor de competitie. Maar ook dat is riskant. Dus moeten we hier winnen van Ajax. Dat gaat ook wel gebeuren. Paal nog voor Ajax trouwens.
Maar ja, dat is misschien dan een voordeel dat we hier winnen van Ajax met 3-0. Het is voor de competitie wel beter, want Ajax staat tweede. Scheelt niet veel met punten met ons. Maar goed, het is dan mooi dat we van Ajax weten te winnen. En dan gaan we hierdoor naar de wedstrijd tegen Napoli. En dat is ook een hele belangrijke wedstrijd. We hebben natuurlijk uitgewonnen met 2-1. Nou, thuis eigen Kuip. Moet het wel lukken, zou je zeggen. Maar ja, het is toch fijn dat eigen dat het soms niet zo helemaal goed gaat. Gaan een paar aanpassingen doen. Dammes gaat mee in de basis. Klaasje gaat, nee, Kortjo gaat in de basis. Toornstra neem ik mee. En ja, Mansovic ook. Ik ga kijken of Toornstra van waarde kan zijn. Berghuis ga ik verkopen volgend seizoen. Jullie zeiden ook al, Berghuis als hij niet speelt, verkoop hem dan. Want hij is nu nog, hij is niet meer op zijn best. En die kan hem nou nog voor aardig prijsje verkopen. Ik had natuurlijk 15 miljoen in mijn hoofd, maar dat is te veel nu voor Berghuis. Ik denk dat ik hem dan volgende transferperiode voor minder ga verkopen. Ik denk rond de 10 of 12 miljoen. Maar goed, we gaan sowieso ook een compleet nieuw middenveld gaan halen volgend seizoen. Misschien Verlener terughalen. We kijken hoe het loopt. Baco krijgt hier de gele kaart. En het verloop van de wedstrijd zal het hem zuur komen te staan. Dat zien jullie sowieso. Maar eerst een vrije trapje van Napoli. Milik. Milik weggekopt door Bero. Bero en Malatia. De bal opgevangen. Fabian Bolletelli. En Henriksen, hij ook in het doel. Ben ik vergeten te vertellen, Bijlo is eruit, omdat hij ook rust moet hebben. En Henriksen, de jeugdkeeper, dus op het allerhoogste niveau mag gaan keepen. Davy Soglu is eruit. Davy Soglu moet nu in één keer schieten, want ze hebben de druk van de verdediging maar in de handen van Meret. Zo is de kans voorbij voor Feyenoord. Napoli weer 31ste minuut. Belotti. Belotti krijgt hem weer terug, nu op Milik eigenlijk. Senesi is te laat, Milik. Akardos Milik, geen overtreding. Dammers en Amalatia verkeerd in de voeten. Belotti, Milik en het is 0-1. We staan achter tegen een Napoli. In de eigen Kuip moet het toch gauw zien om te buigen. Rust is er bijna. Als wij de kans krijgen, Davy Soglu. Bal weggehaald, Ruben. Fabian. Belotti. Belotti, Milik. Milik en nu weer Napoli in de aanval. Hakimi. Onderschepping van Barco. Maar toch, de bal nog steeds voor Napoli. Moet de bal nu voorkomen, moeten wij verdedigen. Malatia doet het redelijk. Maar het is wel de corner. Corner genomen. Weggehaald. Nog een beetje versneld. Ondertussen vlak voor rust. Als de bal weg wordt gehad. Henriksen. Komt de kans aan. En het is 2-0. 2-0 Napoli. En met deze stand liggen we eruit. We moeten minimaal nog een doelpunt maken. Maar ja, dat moet in de tweede helft gebeuren van de wedstrijd. Het is heel erg zuur. Het is heel erg zuur. We moeten minimaal een doelpuntje erbij maken. Freira, Barco. Het is een beetje versneld. Neem me niet kwalijk. Davy Soglu. Penna. Mooie bal op Peer Freira. En is de bal weer voor Napoli. Met een nee, voor ons. Senesi, Dammers. Bero en Kokciu. Kokciu, Davy Soglu, Barco. Barco. En de bal net niet geraakt. Sinisterra komt erin. Bero. Davy Soglu. Mooi bal op Toornstra die erin kwam en het is de 1-2. Het is weer gelijk. En het is Jens Toornstra die scoort. De man die Feyenoord moest redden van de ondergang. En het is weer gelijk voor Feyenoord. Ik zou zeggen, waarom heb je het versneld? Nou, omdat het jullie kan vertellen. Het gaat verlengen worden. Het blijft bij die 2 in stand in de reguliere speeltijd. Toornstra, Senesi en Malatia, Toornstra is er langs. Toornstra... Ja, jullie weten dat het niet meer gaat worden in de reguliere speeltijd. Dus ja, ik hoef ook niet zo spannend te commentateren. Maar te goed, Toornstra. Davy Soglu, Bero. Bero schot geblokt. Kansen zijn voorbij in de reguliere speeltijd. Ik heb het een beetje versneld, omdat ik naar die strafschoppen wil. Want ja, in de verlenging gaat het ook niet gebeuren. Davy Soglu en het is voorbij. De reguliere speeltijd staat en we staan met 2 en 8, maar dat zegt niks, hè. Want het is 3-3 in totaal. We gaan verlengen. Dit is trouwens nog een overtreding die ik jullie vergeten laten zien. De tweede gele kaart van Barco en het is rood. Dus Barco is uiteindelijk nog eruit gegaan ook nog. We zijn intussen al in de extra tijd van de verlenging. Ik kan aangaan dat helemaal niks gebeurd is. Uiteindelijk is de bal bij Malatia. Malatia en Kokciu. Maar Kokciu had hem hierin moeten schieten. Maar zo in handen van Beret hadden we, als deze gezeten had, doorgegaan naar de volgende ronde. Maar nu hebben we dus de strafschop. En dat is het hele moeilijke van het hele verhaal. We gaan strafschoppen spelen in de strijd om de Champions League titel. Mansovic of Meret, wie wordt het? Mansovic en die bal gaat over. Die bal wordt overgeschoten. Nu Henriksen of Belotti. Belotti en ook hij schiet hem op de paal. Nu Dammers of Meret. Wie wordt het? Twee strafschoppen gemist.
Nu Feyenoord weer. Met Dammers, Wessel Dammers, de aanvoerder, de verdediger. En die ziet hem erin. 1-0 voor van Feyenoord. Volgende strafschop nu voor Milik of Hendriksen. Het wordt Milik, het is weer gelijk. En nu weer Feyenoord, Sinisterra en Meret. Luis Sinisterra schiet hem erin. 2-1 voorsprong. Nu weer Hendriksen of Pisa. Pisa, het is weer gelijk, 2-2. Meret of Orkan Kokcu? Kokcu of Meret, wie gaat het worden in deze strafschoprace? Is een spannende strafschopserie voor Feyenoord. Ik ga hem boven de hoek proberen, moet niet hard doen. Doe maar hier dan met een lopje. Oeh, dat gaat mooi. En maar net, maar toch is het het voorsprong van Feyenoord. Nu weer Hendriksen of Merga. En het is weer gelijk. Het is weer 3-3. Nu Toornstra of Meret. Kan Toornstra nog een keer Feyenoord helpen? Nee, de redding van de doelman. En dan ziet het er heel zuur uit voor Feyenoord. Fabian of Hendriksen. Maar die schiet hem een falikant naast, zeg. Deze moet zitten, van Fusa Mensa. Als die niet zit, dan is het heel erg zuur voor Feyenoord. Fusa Mensa, nee, die zit niet. Die gaat over. Hendriksen moet deze redden. Anders is het verloren voor Feyenoord en gaat het niet door naar de volgende ronde. En hij zit erin. Van de goede hoek. Maar helaas niet tegengehouden. Ze hebben dus ook de Champions League verspeeld. De competitie tegen Vitesse. Die winnen we dan wel nog met 3-1. Dat is mooi. De volgende aflevering morgen gaan we denk ik al de laatste wedstrijden van het seizoen spelen. Of misschien dan niet. Misschien heb ik dan 2 spelen. Dan de volgende is ook 2. Maar goed. Dat zien we de volgende aflevering weer. Bedankt voor het kijken. Tot morgen bij een nieuwe keer Remote. En dan zeg ik zoals tijd en zoals nu. Later. Yeah.